ben Tine Torfs, ik ben BIM-manager bij de Cordeel Groep en we zitten hier in ons mooie nieuwe hoofdgebouw bij Cordeel Themse. Binnen de Cordeel Groep willen we heel sterk inzetten op innovatie en heel dat BIM-verhaal is een heel belangrijke speler daarin. We willen echt binnen de Cordeel Groep met al onze bedrijven koploper zijn in dat BIM-verhaal. Niet alleen voor onze interne samenwerking te verbeteren, maar ook naar efficiëntie en naar faalkosten vermijden op de werf. Een bouwprofessional kan best investeren in BIM, omdat we sneller kunnen zien waar dat er clashes en issues gaan zijn. Die kunnen we dan vroeger in het proces aanpakken en daardoor gaat het ook de faalkosten op de werf verminderen, omdat ze dan eigenlijk al de juiste oplossing gekregen hebben. Trimble Connect maakt dat je eigenlijk een dossier van begin tot einde gecontroleerd kunt managen. Dus we gaan zowel onze modellen als ook alle documenten op Trimble Connect plaatsen die dat zowel in ontwerp als in uitvoering beschikbaar zijn. Dat is een heel groot voordeel omdat ook alle informatie op één plaats beschikbaar is op die manier. Trimble Connect is het centrale platform van de BIM Puzzle bij Cordeel. We gebruiken Trimble Connect als model management systeem in onze referentieprojectenstructuur, maar we gebruiken het ook soms als document official management systeem. Wanneer we die model management systeem, document management systeem en issue management systeem samen in één platform kunnen krijgen, hebben we dan ideale omstandigheden voor BIM workflows met één effectief central data environment. Stabicad is iets dat wij als plugin laten draaien voor zowel AutoCAD als Revit. En bij Stabicad heeft men een hele hoop symboliek, families, klaargemaakt. Ook enkele tools om sneller te kunnen nummeren, om sneller bepaalde issues op te lossen. We zijn verder gegaan met Stabicad omdat die een heel aantal tools hebben om oplossingen te bieden voor eventuele clashes. Ze hebben ook een aantal tools om gemakkelijker informatie via een Excel te kunnen exporteren. En daar hebben wij eigenlijk, maken wij tegenwoordig wel veel gebruik van. BIM tegen Cordeel hebben wij de visie dat we die BIM-modellen ook na eigenlijk dat de voorlopige oplevering is gebeurd van een gebouw gaan kunnen gebruiken. Wij zien echt het 6D BIM-verhaal als een toekomstvisie waar dat we naar streven. 6D BIM wil dan ook zeggen het onderhoud en beheer. In de BIM-modellen van vandaag, zowel bij Cordeel als bij Imtech, zit heel veel informatie dat gebruikt kan worden echt voor het onderhoud en beheer van de gebouwen op lange termijn te managen, te monitoren op een bepaalde manier. De koppeling met de andere softwareprogramma's van facilitair management en onderhoud en beheer, ja, die koppeling die mist momenteel nog, maar ik denk dat we daar in de toekomst ook wel sterk op moeten gaan inzetten.